Helemaal, ik ben Wout, ik ben de Social Sommelier met een eigen Instagram pagina, de Social Sommelier NL. En volg me daar dus vooral, want ik deel ongeveer elke dag iets over wijn. Lekkere en betaalbare wijnen proef ik te koop op de hoek van de straat. Voor wijnspecialist.nl maak ik ook af en toe een proefnotitie. En dit keer is het van de Panamera Chardonnay uit Californië. Nou, Californië staat natuurlijk bekend om de beer en die staat ook hier supermooi op het etiket op de voorkant. Nou, Chardonnay, you hate it or you love it, wordt wel eens gezegd. Of ABC, anything but Chardonnay. Oftewel, doe me alles maar in het glas, zolang het maar geen Chardonnay is. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens, want Chardonnay kent hele verschillende stijlen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Chablis, hè, gemaakt van Chardonnay. Fris, mineralig, droog. En als je dat vergelijkt met een Chardonnay uit Australië of bijvoorbeeld uit Californië, waar het vaak romiger is, veel voller van smaak, echt wereld van verschil. En daarom vind ik dat je niet kunt zeggen, ik hou niet van Chardonnay. Maar je moet kunnen uitleggen, waarom hou je niet van de Chardonnay? En welke stijl Chardonnay vind je dan niet lekker? Nou, deze stijl van Chardonnay maken, kan ik me voorstellen dat mensen die van een frisse, strakke, droge wijn houden, dat die hier een beetje op afknappen. Dit is een wijn uit Californië. Daar maken ze de wijnen wat voller, wat romiger, wat vaak Amerikaans eikenhouten gebruikt, waardoor het wat zwoeler wordt, wat zoetere vanilletonen zitten erin. Ja, ik ben er gewoon gek op. Ik ben ook geweest, Napa Valley, prachtige omgeving, heel mooi weer, prachtige wijngaarden, je wordt ontzettend vriendelijk ontvangen. Dus echt de moeite waard om een keer naartoe te gaan. Nou, deze Chardonnay, Panamera Chardonnay, is wereldberoemd. Hè? Iedereen kent hem wel of heeft hem wel eens gedronken. Het is een prachtige kleur, goudgeel, heel mooi van kleur, wat donkerder van kleur. Ja, een echte typische Chardonnay-neus wat je verwacht bij deze wijn. Heel rijp, heel rijk. Ananas komt mooi naar voren. Maar ook gewoon vanille en een klein beetje hout. Ja, ook in de smaak weer dat volle, dat romige, dat zwoele. Heel mooi veel fruit komt naar voren. Maar er zitten ook nog voldoende citrustonen in deze Chardonnay. Waardoor die mooi fris is. Nou, dit kun je absoluut lekker serveren bij gegrilde zalm, bij kip met een romige saus, maar bijvoorbeeld ook bij kreeft. Een hele lekkere combinatie. En wat veel mensen niet weten, is dat deze Chardonnay ook heel lekker gaat bij kazen, romige witte kazen. Heerlijk. Ik zou zeggen, wijnspecialist.nl biedt hem aan in de webshop. Ik ben fan, maar dan ben ik eigenlijk al heel lang van deze wijn. En ik zeg cheers op de Chardonnay.